Achteraf had ik gewoon gewild dat ik veel eerder er iets van gezegd had. Ja, dan had het nooit zo ver gekomen. Hi. Welkom. Dankjewel. Kun je even vertellen wie je bent, hoe oud je bent, wat je in die introductie wil vertellen? Ik ben Linel en ik ben 27 jaar en ik kom uit Haarlem. Kun je ons vertellen wat jou is overkomen? Ja, ik ben door mijn stiefvader toentertijd ben ik misbruikt. Het begon heel klein, met bijvoorbeeld mijn kont aanraken of borst of hoe je het dan ook wil noemen. En dat werd uiteindelijk steeds erger. Ja, naar echt verkrachting ook. En het is je stiefvader. Kun je iets meer vertellen over de weg daar naartoe? Ik kan me sowieso inderdaad heel goed herinneren dat hij vanaf het begin al heel bazig was tegenover mij. Hij wilde heel erg vertellen wat ik wel en niet mocht doen. En ik weet nog dat ik in het begin, ja, toen liet ik mij niks vertellen. Dus toen weet ik ook nog dat ik hem echt in het begin al heb gezegd van, jij bent mijn vader niet, dus jij gaat mij niks vertellen. Ja, maar ja, uiteindelijk gaat het met kleine stapjes en beetjes, gaat hij toch steeds meer, ging hij mij steeds meer isoleren van vriendinnetjes en vriendjes van school en van social media wat je toen had en ik mocht geen e-mail hebben en dus dat liep eigenlijk steeds meer zo op en dan had hij een kans die heel erg aardig was en heel lief was en heel verzorgend. En dan aan de andere kant, ja, zat hij dan bijvoorbeeld toch wel aan je. Ja, maar dan zei hij bijvoorbeeld wel van, ja, het spijt me heel erg. En dan ging hij ook huilen. En, maar dan vervolgens deed hij het weer en dan uiteindelijk toch steeds weer erger. Ja. En hoe voelde dat voor jou dat hij zo die twee kanten liet zien? Ja, dat was heel verwarrend. Want aan de ene kant had ik toch altijd een vaderfiguur gemist. En dat vervulde hij dan op een of andere manier een soort van. En aan de andere kant ja, deed hij ook gewoon dingen die ik niet fijn vond. Ja, en dat maakte het ook gewoon heel, heel moeilijk. En zeker omdat hij en mijn moeder kregen uiteindelijk nog twee kinderen. Dus dat waren mijn zusjes en daar speelde hij ook heel bewust op in. Hij zei ook gewoon van, ja, als jij iets vertelt, dan hebben jouw zusjes ook geen vader. Dus ja, dus het was altijd heel erg schuldgevoelens. En altijd dat je dacht van, nou ja, misschien bedoelt hij het echt niet zo. Misschien heeft hij echt spijt. En dan probeerde hij het weer een soort van af te kopen met iets. Ja, hij was bijvoorbeeld gokverslaafd. En dan had hij geld verloren. En dan was, ja, dan ging hij mij bijvoorbeeld verkrachten. Of als ik volgens hem niet voldoende geluisterd had. Of als hij iets specifieks wilde horen bijvoorbeeld. Of ja, dan het was, hij zei dat het dan mijn straf was. Het was om het een soort van in mijn schoenen weer te schuiven. Hoe oud was je toen dit voor het eerst gebeurde? En hoe lang heeft dit deze situatie zo geduurd? Ik denk dat ik ongeveer 11 was bij de echte, bij de eerste aanrakingen, zeg maar. Ja, dat ging daarna dan over op dat ik bijvoorbeeld hem moest pijpen of dat hij bij mij iets wilde doen. Of dat is eigenlijk steeds meer zo opgelopen. Ja, want echt de verkrachtingen begonnen denk ik toen ik op de middelbare. Ja, al loopt alles ook wel een beetje door elkaar, maar uiteindelijk heb ik het tegen mijn moeder verteld toen ik 15 was. En toen is het gelukkig ook gestopt, ja. En je zegt dat je aan het begin eigenlijk niet zo door had dat het misbruik was. Hoe voelde dat toen voor jou? Het voelde voor mij wel, ik wist wel dat hij over mijn grens heen ging en dat dit niet normaal was. Maar ik dacht dat het eigenlijk echt pas misbruik was vanaf verkrachting. Ik had er ook nooit natuurlijk wat over geleerd of gehoord. Dus ja, dat eigenlijk heb ik dat ook pas achteraf beseft. Dat dat eigenlijk ook al
onder het misbruik viel. Je zegt dat je inderdaad net tegen je moeder had gezegd. Hoe keek je er toen op terug op dat moment? Ik heb me heel machteloos gevoeld. En het is toch iets... Je blijft altijd toch, je blijft jezelf wassen. Je blijft jezelf vies voelen. En het is nog steeds... Het voelt nog steeds af en toe alsof je lichaam nog steeds vies is, zeg maar. Ook al is het nu zoveel jaar later. En ja, gewoon heel veel boosheid. Van, ja, ik was nog maar een kind. We gaan even nu in op hoe je inderdaad die hulp hebt gezocht. Want je hebt het tegen je moeder verteld. Is dat de eerste stap die je hebt gezet richting hulpvragen? Nee, ik had al ooit een keer online in een forum heel uit wanhoop een keer gevraagd van... Oké, ik word misbruikt, help mij. En toen werd er eigenlijk daar gezegd van dit hoort hier niet thuis. En toen is het weggehaald. En dat was denk ik al 1 of 2 jaar daarvoor. En... ik weet ook nog een moment dat mijn stiefvader mijn moeder had aangevallen. En toen dacht ik, oké, dit is dan het moment. Nu kan ik het vertellen. Want ik was eigenlijk ook heel bang om haar ongelukkig te maken. En toen dacht ik van, als hij dit ook bij haar doet, weet je wel, dan kan ik er wel open over zijn. En toen ben ik naar haar toe gegaan van, hou je nog van hem? En toen antwoordde zij met, ja, tuurlijk hou ik van hem. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik weer heel lang niks heb gezegd. Toen uiteindelijk... toen merkte ik gewoon dat mijn leven was zo erg ingeperkt tot... Ja, ik ging letterlijk alleen naar school en naar huis, want dat was het enige wat ik mocht. En ook hoe erg hij mij controleerde. En daar was ik op een gegeven moment ook gewoon klaar mee. En toen heb ik echt helemaal gewacht van, ik denk dat hij nu ongeveer op zijn werk is, dus dan is hij relatief ver weg. Dus dan vertel ik het nu aan mijn moeder. En ja, dat heb ik toen ook gedaan. Ik had er zelfs over nagedacht dat er een soort van bewijs was. Heel, heel stom. En die ochtend had hij mij nog verkracht. En toen ging hij naar zijn werk en toen wist ik van oké, nu is er bewijs. En nu is hij op zijn werk en nu wil ik het aan mijn moeder vertellen. En dat heb ik toen gedaan. En gelukkig geloofde zij me toen. En hoe voelde jij je toen je het aan je moeder had verteld? Toen ik het aan mijn moeder had verteld, was het enige wat ik kon, was eigenlijk huilen. En het was ook alsof alle emoties er in één keer een soort van uitkwamen. Alle emoties die ik daarvoor nooit echt heb geuit of heb laten zien. Ja, het enige wat ik kon was gewoon huilen en... Ik voelde me gewoon leeg. En dat is eigenlijk nog heel lang zo gebleven. Dat lege gevoel. Wat voor gevoelens of drempels heb je nog meer ervaren om hulp te vragen aan iemand? Ik merkte ook wel dat mensen heel erg zeiden van... gaat het wel goed met je? Kan ik iets voor je doen? Want mensen die voelden het ook wel. Maar ik durfde er nooit wat van te zeggen. En ook wel de angst van... Is het mijn eigen schuld? Heb ik hier zelf aandeel in gehad? Ja. Kun je met ons delen hoe het jou heeft geholpen dat je hulp bent gaan vragen? Nou ja, in het begin heb ik heel veel therapieën gehad, maar ik vond het te zwaar, dus toen ben ik er ook heel lang mee gestopt. En toen uiteindelijk heb ik psychomotorische therapie gehad als mijn laatste therapeute. Ja, en dat vond ik in het begin vond ik dat heel zweverig, want je moet heel erg gaan leren voelen van oké, waar zitten mijn emoties in mijn lichaam? Dat heeft mij gewoon super erg geholpen. Ja, ik ben echt wel nu ergens in mijn leven waar ik nooit had verwacht dat ik zou durven komen. Ja. Hoe merkte je dat aan jezelf, dat je daar echt baat bij had? Nou, ik merkte dat ik gewoon met emoties, dat ik er beter mee om kon gaan. Natuurlijk, je hebt altijd nog wel je goede en je slechte dagen. Maar ja, ik ben wel minder destructief als dat ik een aantal jaar geleden was.
Maar het heeft ook geholpen bij bijvoorbeeld intimiteit. Van hoe kom je weer terug in je lichaam en hoe krijg je die fijne associatie met seks. In plaats van dat je het elke keer dan maar denkt van nou ja, maak het maar af of zo. En dan ja, dat je toch over je eigen grenzen heen blijft gaan. En welke inzichten heb je gekregen door de therapie die je hebt gehad? Dat ik had zonder deze therapie in ieder geval niet zo ver kunnen komen als dat ik nu ben. Qua emoties en bijvoorbeeld de intimiteit, dat het gewoon veel beter gaat. Maar wat ik ook gewoon heb geleerd is veel meer naar mezelf en mijn eigen gevoel luisteren. En dat dat gewoon heel belangrijk is en inderdaad die grenzen aangeven. En als ik overal, zeg maar, naar het hele plaatje kijk van de therapie, dan heb ik ook heel erg geleerd van dat ik een therapie moet volgen waar ik mij fijn bij voel. En ja, en dat geef ik eigenlijk ook altijd wel aan iedereen nu mee van zoek net zo lang door totdat jij iemand hebt gevonden waar jij een klik mee hebt. En dat je stopt er natuurlijk heel veel tijd in en het is jouw tijd. En ja, maar het gaat om jou. En wat jij nodig hebt. En dat voel jij het beste aan. Als nu vrouwen of meiden kijken naar deze video. Die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Net als jij. Wat voor advies zou je ze willen geven? Je kan dit niet alleen. Je moet het echt samen doen. Met mensen die jou er doorheen kunnen slepen. Of waar je af en toe naar je willen luisteren. Ook al weten ze niet wat ze moeten zeggen. Ja, dat je hebt echt wel mensen om je heen nodig die er voor jou zijn. Ja. En heb je advies voor jonge vrouwen die nog niet aan de bel hebben getrokken? Als er nu iemand kijkt die nog in de situatie zit, wat zou je tegen zo iemand willen zeggen? Mensen die op dit moment misbruikt worden of misbruik meemaken, wil ik gewoon meegeven dat het belangrijk is dat ze iemand zoeken die naar hen luistert. Sowieso weet dat het niet jouw schuld is. Want dat is het niet. En hoe erg diegene die het misbruik doet ook probeert om te draaien dat het wel jouw schuld is. En ja, weet dat er mensen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt en er ook uit zijn gekomen. En ja, jij kan dat ook. Ja, ondanks dat je dat misschien op dit moment niet gelooft, het kan wel. Hulp zoeken na mijn misbruik heeft mij heel erg geholpen om uiteindelijk ja, meer bij mijn gevoel te komen. Meer mijn grenzen durven aan te geven. Beter leren om te gaan met mijn emoties en te zien dat het leven echt wel mooie kanten kan hebben. Ja. Op heel veel vlakken heeft hulpverlening mij geholpen.